voor, ja, die kunnen we voor allerlei dingen inzetten. Ja, bedenk maar wat, waardoor je... Hans, doe eens even rustig, Johnny. We beginnen gewoon met een postmodernachtig lied met internationale allure. Ik denk dat iedereen zich dan welkom voelt. En het geeft ons iets meer tijd. Sip, hoe was het met de voorbereidingen? Heel leuk om te doen. Ik ben ook bij heel veel repetities geweest natuurlijk. Zodat je een beetje indruk krijgt van hoe iemand eruit zou moeten zien. En zo heb ik ook voor een aantal een pruik bedacht. Wat bij hun rol past. En ik ben er heel tevreden over. Ze waren zelf heel erg tevreden. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want ze moeten zichzelf natuurlijk prettig voelen. Hè? Ik kan wel zeggen dat of dat is mooi. Maar we zijn met allemaal daar heel goed uitgekomen. Nou, het zijn een stel chique, laat ik zeggen. Nou, Patje Peers wil ik niet zeggen. Maar ze hebben het wel breed hangen. Ja, hè? Ja, dat stralen ze af. Hè? Zeker ook nog met zo'n pruik erbij op. Ja, ja inderdaad. Ja. Is het een heel werk om dat te grimeren allemaal? Ja, het is heel veel werk, maar heel erg leuk om te doen. Het is een hele grote hobby van mij geworden. Ik doe het al ruim 30 jaar, bij Servoes dan, maar ook wel... Vanaf 1989 hoorde ik? Ja, vanaf 1989 bij Servoes al. Ja. En ik grimeer ook wel bij andere verenigingen. Kamak onder andere in Hengelo, daar help ik ook mee. En... maar dit is echt mijn vereniging en hier... Die heeft je hart. Dit heeft mijn hart. Erwin, muziek is ook eigenlijk altijd heel bijzonder bij Servoes, hè? Vertel eens, hoe zit dat? Servoes is een koor wat graag wil zingen. De ene keer doen ze een musical, de andere keer een eigen productie. En dit keer een eigen productie. En er zijn liederen die ze graag te horen willen brengen met een verhaal op de achtergrond. Wat meer draait. Dus. Het gaat om het zingen? Nee, ik denk dat beide even sterk vertegenwoordigd zijn. Dus zowel de tekst, het bewegen, het dansen. Dus de choreografie is belangrijk. Maar ook de muziek dus. Is het niet een hele klus voor de muziekarrangeur? Het is een behoorlijke klus, ja, klopt. Je moet alle nummers die bestaan, die ga je op een bepaalde hoogte maken. Dat het hele koor kan zingen. Dan worden de noten van het origineel moeten in dit geval twee noten worden of drie. Dus dan wordt het allemaal aangepast. Dus je gaat het helemaal op maat maken voor Servoes. Een beetje zenuwachtig? Ja, het is altijd een stukje gezonde spanning. Hè? Dit is de generale repetitie. Dan moet het eigenlijk goed gaan. En ze zeggen wel eens een slechte generale is een goede uitvoering. Nou, daar gaan wij niet op af. Maar ik verwacht gewoon dat het goed komt. We hebben gisteren een hele goede technische doorloop gehad. Dan worden even de puntjes op de i gezet met betrekking tot geluid en licht. En de plekken waar je staan moet, waar je op moet komen. Nou, dat hebben we gisteren goed kunnen oefenen. Dus ik heb een goede hoop dat het vanavond helemaal goed gaat. Zodat we morgen kunnen... gaan vlammen. En zondag uiteraard. En hoe is het met de kaartverkoop? Ja, we zijn uitverkocht. Twee keer over. Daar zijn we heel erg blij mee. En dat was eigenlijk al een paar weken geleden. Dus de mensen hebben weer zin om naar een theater te gaan. Na de hele corona-perikelen. En dat doet ons deugd. Kijk, we hebben al een vraag gehad over een derde voorstelling. Dat zit er helaas niet in. Want je werkt met amateurs, dus je moet wat dat betreft ook rekening houden met een ieder natuurlijk. Hè? Want je hebt mensen nodig die straks weer de boel afbreken. En als dat op zondagmiddag kan in plaats van zondagavond, dat maakt echt een verschil. Ja. Vol verwachting klopt ons hart. Absoluut, absoluut. Ja. All you need is love.